zelf maar door. Voor komt in de problemen. Wordt fysiek maar correct van de bal gelopen. Van Aanholt doet dat. De tegenstoot is inmiddels in volle gang via Zanelli. Kijk achter in Heerenveen, is toch wel vrijst ook bij Sint Juste. Wil de ploeg niet opeens door een onachtzaamheid in de problemen komen. Torsby. Misschien nu. Van Aanholt. Goede loopactie van Zanelli. Daar had misschien meer in gezeten voor Heerenveen, maar goed. Daar komt ook Van Aanholt. Daar is Van Aanholt. Het schot geblokt. Door Olinik helemaal. Die mee. Van Aanholt. Zanelli. Van Aanholt weer. Maar naar wie? Naar Kamba. Hij loopt zichzelf vast. We komen juist van Simon Mulder. Met links. Twee van Heerenveen, twee van Twente om het helft te lossen. Opnieuw Kaflan. Nu wat hoger. En wat verder. En wat gevaarlijker. Van Aanholt. Torsby. Zanelli, Nederland even vast. Vrij trap snel genomen. Elia, Kramer kiest positie weer. Voorzet komt er niet, maar een corner voor de thuisploeg. Van Dijk. Weer ligt het in dat rechterverdedigingsblok helemaal open. In het 16 meter gebied wordt Kramer gevloerd of niet? Of is het een botsing met Van Aken? Die ligt daar niet. Veerman in dit geval niet bereikt, daar zat Venovic tussen. In de competitie 2-2 in de play-offs. Nu dus 1-0 achter. Vilena met de paas richting Elia. Dit is Marzo. De zwakke van Polen. Doet zich vrij eenvoudig van Sint Juste. Menig binnendoor bij Van Aanholt. En die vindt die bal juist op tijd nog weer terug. Ayeton. Ede kiest positie. Oosterwijk ook. En Van Aanholt klaart het probleem voor Heerenveen. Van Aanholt die goed naar binnen is gekomen. Knijpen heet dat in voetbal. Gutierrez. Ayeton. Van Aanholt. Tevreden. Van Aanholt, goed gedaan. Maar bij slag in Leeuwarden. Kaflan. Nog altijd, dat weten we ongetwijfeld. Maken van het snelste eigen doelpunt ooit in de Eredivisie. Leerdam. Ja. Wat hier dan ook verwacht dat hij daar dan wat beters mee doet. Een merkwaardige uithaal. Laatste minuut loopt van de eerste helft. De licht komt er een minuut bij. Daar is bijna de volgende kans. Ayoub vangt op. Ayoub kiet. Geblokt door Van Aanholt. En nu zet Utrecht weer aan.
keer Utrecht. Nee, Van Amor voorkomt dat. Degene die nu even buiten het spel stond, dus moest het in de breedte van Arnold. Slagveer, geen buitenspel. Vlak blijft op laag. Moet het zelf doen, Slagveer. Jaagt ernaast. Van Arnold onderschept. Kijk eens wat een ruimte. Hè. Het is wel heel naïef wat de Graafschap vanavond doet in het Abelenstra Stadion. Zoveel mensen naar voren iedere keer voor de bal. Wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal. Het zal vandaag toch echt moeten gaan gebeuren. Anders eindigt het seizoen vandaag voor Feyenoord in de Kuip. Slagveer, Marzo. Dat lukt maar half. De inzet wordt geblokt, waardoor Esteban niet in actie hoeft te komen. Wuitens verdedigt moeizaam uit. Elm probeert ook nog een steenplek te pakken. Tenzij Heerenveen hier via La Parra mooi buitenom gespeeld. Vlak voor tijd nog aan de tweede komt en dat scheelt bar weinig. De herkansing belandt in de handen bij Esteban. Maar de aanval. En nu. Even is hier aan de bal. Maar die is alweer kwijtgeraakt. Kruiswijk. En Koem. Wim Brodersson, hakballetje slim. Maar het wordt doorzien door Del Pierre. Misschien was het ook iets te doorzichtig. Zinkgraven. Toch nog meer op de aanval gaat gooien. Van Arnold van heel ver. Nou, het zal je maar gebeuren zeg. Voor. Ach. Waarom ook niet? Agudelo ondertussen. Kichler laat doorspelen naar deze botsing waar de ridder toch nog wel wat last van heeft. Het Bastas Ikoglu. Ziyech. Sierre, appel voor Hens. Dat komt er niet. Wel een blessurebehandeling daar voor Steve de Ridder. Maar een beetje vecht om die voorsprong vast te houden. Van den Berg. Van Arnold. Kan nog. Maar goed, naar rechts nou. Dat weet hij. Ja, daarheen. Niet buiten spel. Ging boven zo'n eerste paal. Hoekschop. Nee, hier. Bakkali. Daar hebben we een tijd niet van gehoord. Van den Berg. Wim Bogason. Wim Bogason. Met Rikiek. Doelschop. En Van Aken is op de grond gaan zitten. Van La Parra. Van La Parra. Ja, het is 2-0. En dan gaan we daarna kijken.
Immer schaken op weg naar 1-0. Een goed blok hoor van Pelle van Anholt. Van den Berg. Dezelfde Boetius. Die ook even een gele kaart heeft gekregen van zijn trainer vorige week. Toen hij op de bank mocht zitten. Als international nog wel. Mulder met moeite op het schot van La Parra. Schaken. Ja, die wacht wat te lang. Die wordt niet gewaarschuwd. Niet kleinzielig was alleen die rode kaart. Daar hebben we moeite mee. En kan Heerenveen dan toch nog iets terug doen? Dan zou het van Ziyech moeten komen, die gun je het. Maar Mulder wil daar niet aan meewerken. Van Anholt. Ziyech. Ziyech zoekt de lange hoek. Ja, hij zoekt de lange hoek. Hier wat. Duel opzoeken met Van Anholt, die zich natuurlijk niets meer kan permitteren met die gele kaart op zak. Duel wel wint en bovendien blijft de bal binnen. Kan Heerenveen misschien in de omschakeling. Geen Bogason. Leurling, ruimte voor Anthony Leurling. Wat gaat Gikoch doen? Goeie schouderduw van Anholt. Natuurlijk mag dat door. Finn Bogason. Ja, toch komt er geen kans uit voor Heerenveen en dat. Ik het even op voor een deel van het publiek. Kies hem wel. Kost iets aan die kant. Van Anholt, Ziyech. Finn Bogason voor het doel. Weer een hoekschop. Finn Bogason nog even bij een paal met een. Van Kostić. Dat is van Anholt. Waar is het tekeer gaan? Ja, de indachtervolging. Keer hem. Die moet die bal ergens kwijt. Hatenboer. En rust. Ja, natuurlijk. ADO moet de mouwen op gaan stropen. En op zoek gaan, op jacht gaan naar een resultaat in de laatste 20 minuten. Van Duinen. Langs bij Van Anholt. Hij eenvoudig gevonden omdat Heerenveen nou niet echt heel veel druk naar voren zet. Van Duinen weggestuurd. Verdedigd Van Anholt. Weer een fout. De zoveelste. Meijers gaat er dan veel te hard in. Die fysieke kracht en is kan nu toch meestal bovenliggende partij. Mikowski. Wacht door. Manu naar de eerste paal. Bal achterlangs. Manu maakt zijn tweede nee. Nordveld. Van Morsel. Manu afgetroefd. Voor het eerst eigenlijk. Door Van Anholt. Finn Bogason. Wijker. Rischmeijer. Van Anholt. Speelt nu de bal. Eén keer heeft het geluk dat hij terecht komt bij het Ziyech. Daar is Nienhuis. Die is als eerste met de bal. Overtreding de Roon.
verdedigt ook mee. Lijkt geraakt te worden. Maar staat inmiddels weer. Schouderduel van Anop. Slagveer buitenspel. En zo domineert Heerenveen wel in de tweede helft. Wat hachelijke momenten ook gezien voor de goal van Courtois. Echt een grote uitgang. Ik krijg de bal weer mee van Donald. Hier is Huscher. Huscher met Van Arnold. Huscher legt het af tegen de rechtsback van Heerenveen. En dus weer de thuispuntopening van de Roon in de richting van Wildschut. Die wint het van Dijkhuizen, maar Finn Bogason geeft wel de weg. De bal die moet je hebben. Het duurt zo lang dat Heerenveen vrijwel compleet terug is op Eindhoven. Van Arnold. Vindt Bogason. Van Arnold. Viergever, niet echt lekker geraakt. Vindt Bogason. Een rommelige situatie voor een spits. Het blijft rommelig achterin bij AZ. En daar blijft ook de bal in dat strafschopgebied van Alkmaar. Dus dat wil er niet echt uit. Vindt Bogason. Dat zien we worden als basisfouten. Doodzondes, et cetera. Kortom, de kritiek was niet van de lucht. Van Arnold. De Roon. Berends. Finn Bogason. Gaudier, prachtig gedaan. Klaarleg of zelfs schieten, dat laatste. Spot geblokt. Meijers. Naar Cabral. Van Arnold wint. Slagveer is snel, maar niet zo snel. Bakker. Finn Bogason gespeeld. Dan naar Van Duinen. Of Cabral in ieder geval op het hoofd van Arnold en daardoor de inworp voor Aden. Beetje geluk, maar het ingrijpen nodig om Finn Bogason van scoren te houden. Dus goed gedaan door de Bakker. En dat pakt het ook nog eens geweldig uit. Hier is Gert. Versnelling bij Van Duinen. Rob. Op tikbaar met Kolder. Verkeerd op het hoofd. En dat wil zeggen, kansje voor Houtkoop bijna. Het valt lastig neer. Van Arnold houdt over zich. Zie je? Daar komt Bilal. Bilal ook alleen. En razendsnel, maar lastig genoeg. Zoek naar iemand die hem kan helpen. Dat had van La Parra moeten zijn. Vervelender geraakt of nader terechtgekomen. Daar Houtkoop met Van Arnold die zich daar voorslingen. En dan niet de rust heeft om Dijkschoot aan te spelen. Bilal. Van Arnold. Van Arnold wordt druk. Van Arnold! Oh, het werd wel druk, maar hij was de druk ervoor. Want hij ziet zijn kans. De rechtsachter met links.
van Arnold. Houtkop. Corner. Van Rekiek loopt goed af. Tamata. Goed verdedigd door Van Arnold. Die zich goed ontwikkeld heeft dit seizoen. Narsing. Heerenveen zo afhankelijk van zijn doelpunten. Van de doelpunten van Alfred Finnbogason. Goede ingreep hier trouwens van Arnold. Ten opzichte van Jean-David Boguel. Dat hij binnendoor gaat is niet verrassend. Naar zijn rechter. Het schot stelt niet veel voor. Van Arnold. Goed voor Finnbogason. Redding Seda. Eigenlijk de eerste echte kans voor Alfred Finnbogason. Maar won dus ook twee keer in de play-offs. Om Europees voetbal. Hier is Oor. Goed balletje van de Australiër, de Ridder. En de ingreep van Otikba levert een hoekschop op voor FC Utrecht. Geen overtreding, zo oordeelt de scheidsrechter Jochem Kamphuis. Utrecht het balbezit heeft, staat Markiet vrij diep. De rechtsback, zo lijkt het haast wel op. Utrecht met drie verdedigers speelt, maar het is niet zo. Hier geen buitenspel voor Moulenga. Nou Moulenga, dat is je volgende kans. En het levert hem zelfs geen corner op. Goed werk van der Gun. De Ridder. Voordeel, zegt de scheidsrechter. Het was een overtreding van Kruiswijk. Hier is de counter van FC Utrecht. Met Oor. Moulenga voor het doel. Tommy Oor. Ingreep van Arnold is op de bal. Goed schot. Oor is weer hersteld. Wordt van de bal gelopen door Van La Parra. Ziyech, goede paas van Arnold. Hakim Ziyech met Herings. Daar komt hij toch half langs. Ja, wordt toch ook aangepakt zo, scheidsrechter. Het ziet er allemaal wat. Ik ben groot tot groot. Blijft erin, doet hij uitstekend. Geen buitenspel voor Rex. Jantscher is voor de goal, maar goed verdedigd door Van Arnold. Rex. Ik ben blij met Kabis. Van Arnold. Deze tackle is ook tamelijk wild. Verkijkt zich op die doorglippende bal. Maar een blok van Arnold is daarna prima. Paulson. Ja, NEC speelde een vast. Van La Parra. Afgetroefd door Van Arnold. Absoluut. Hier gaat Finnbogason. Geen buitenspel van Arnold. Of van Finnbogason. Finnbogason! Iedereen bij Vitesse is boos omdat ze denken aan buitenspel. Na de paas van Arnold. En uiteindelijk laat Finnbogason de kans liggen. Kasia. Gazaishvili. Overname van Arnold. Hier gaat Wildschut. Wildschut, Ibarra in de achtervolging. En dan wordt het een hoekschop. Goed verdedigd door Renato Ibarra. Bijker, veldballen. Slagveer, Ziyech.
Drosten, ja, als hij dan mist. Zie je. Wildschut. Dan moet ik wel een balletje doodleggen. Dijks. Buitenspel. Vlak blijft naar beneden. Dus mag Ziyech door. Ziyech en die staat dan op Nienhuis. 90 minuten. Nu dus ook in het eerste van Heerenveen. Niet echt de achterlijn gehaald, Wildschut, om zo Finn Bogason eventueel te bedienen. Ziyech. Bal blijft nog binnen. Van Anolt. En dan Finn Bogason, volgende kans voor hem. Malki mee, heeft Lebedinski mee. Hij kiest voor Lebedinski. Over van Schaar uit. En? Doeltrap. Schaar. Torenstra. Van Anholt. Met Bulthuis. Kon die bal niet. Elgrimas is goed verdedigd nu door Blind, die vervolgens ook nog verder wil, maar dan de overtreding maakt. Van Anholt, die niet...